Slaat wel heel hard op dat toetsenbord. Ik heb een tamelijk gespannen tikstijl. Die heb ik normaal al. Maar in de haast van deze vroege ochtend wordt dat allemaal nog wat erger. Ja, die stress blijft wel dominant aanwezig, hè? Dat, Het is luxe stress, maar er is wel iets van stress, ja. In de ochtend moeten we veel doen voordat we om 9:01 op ons fietsje stappen. Dus we zullen blij zijn als het weer voorbij is. Ja, dat is natuurlijk allemaal gemopper. Ja. Want ik zag jou gisteren ook gewoon zitten bij een sessie met volgens mij 4 beste interessante dames. En ook nog over een heel leuk onderwerp, namelijk From Dust to Dinos and Back. Ja, ja, dat was heel leuk. Dat waren 4 astro-wetenschappers van topuniversiteiten. 4 jonge vrouwen, wat op zijn minst licht ongebruikelijk is. Met nerdy humor. En ook gewoon wel een heel serieus betoog over de rol, de betekenis van grote cataclysmic events in het universum. Botsende galaxieën, asteroïden die links en rechts inslaan, ontploffende sterren en allerlei andere dingen. En dat werd met enorme enthousiasme en onderkoelde humor verteld. Het was echt geweldig. Want uiteindelijk gaan wij allemaal terug naar ruimtestof, toch? Ja, Roll Stardust was het einde. En er werd ook wat gesproken over het einde van het universum en dit en dat. En het was echt geweldig. Het was inhoudelijk en heel grappig. Ja, daar had jij natuurlijk ook bij moeten zijn. Ja, ik zag die sessie staan en ik denk, ja, dat weet ik allemaal al, daar hoef ik niet heen. Maar het was dus blijkbaar heel erg leuk. Dus dat helaas gemist. Is dat iets wat hier veel gebeurt of zo het is? Dat je leuke dingen mist? Of je weet het eigenlijk niet, dus het maakt niet uit? Nee, je mist altijd 50 dingen tegelijkertijd of zo. Ja. Dus dat is fact of life hier. En ja, het maakt inderdaad ook niet zo heel veel uit. Je kan altijd wel weer naar iets anders. Ja, want jij had weer andere dingen gisteren, neem ik aan. Ja, nee, ik had een dag die niet helemaal soepeltjes liep. Ik ging naar Douglas Rushkoff en daar zat ik helemaal voor klaar, maar die man die was ziek, dus die kwam helemaal niet. Dat deed denken aan de ervaringen van heer Buitelaar, dus toen dacht ik, dus dan heb ik tijd over, dan ga ik naar Ballroom Lee voor de heren van Instagram, maar die rij was al een uur van tevoren, was die al langer dan er mensen in die zaal konden. Dus het werd een beetje slenderen en dan maar naar een paar andere dingetjes kijken. Ja, wat heb je opgepikt gisteren? Ik heb gisteren 2 dingen gezien die eigenlijk allebei gingen over emotie. Dat was op zich is dat best wel grappig dat dat toch ook een thema is. Eentje ging over hoe mensen interactie hebben met chatbots. En wat voor relaties dat heeft met hoe zij zich daarover voelen. En dat een chatbot bijvoorbeeld dus niet te menselijk moet doen. En eerlijk moet zijn in dat hij een chatbot is. En gewoon netjes moet omgaan met mensen. En ook dat menselijk gedrag daardoor wordt beïnvloed. Als je met Alexa bijvoorbeeld praat. Hè, kinderen leren nu dat ze heel, heel erg opdrachterig kunnen praten. Dus ik maak er bij mij thuis ook altijd een punt van om altijd eventjes dankjewel te zeggen tegen Alexa als je iets hebt gevraagd. Zijn ze netter tegen jou dan tegen Alexa? Wat zeg je? Of zijn kinderen netter tegen Alexa zijn dan tegen hun vader? Dat moet ik te zeggen. Ja, dat denk ik wel. Nee, ja. Nee, ze ik, toch ja, nou ja, goed, Alexa is natuurlijk in het Engels nog in Nederland, dus ze doen er nog niet zo heel veel. Maar ik leer ze wel om, can you turn on the lights please? Weet je wel, toch een beetje beschaafdheid. Ja, zo had ik er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Dat je natuurlijk ook educatief opvoedkundig, dat het de aanwezigheid van bots in huis ook weer consequenties kan hebben voor de manier waarop je tegen elkaar praat. Ja, blijkbaar. Moet ik ook even over nadenken. Dus een dimensie had ik nog niet ontdekt. Nee, maar dat je anders moet praten of moet interacteren met machines, dat ben ik het helemaal mee eens. Dan gaat ook gewoon alles beter. Je moet wat scherper en bondiger en puntiger zijn. En dat ook als aanbieder moet je helder maken aan mensen met wie ze in gesprek zijn. Ja. Dan wordt alles makkelijker. Heb jij nog echt nieuwe inzichten opgedaan gisteren, Michiel Buitelaar? Ik zit even na te denken. Nou, ik ben... Laat ik het allemaal zeggen. Gewoon leuke inzichten, nieuwe inzichten, verrijkende inzichten, verdiepingen van kennis.
Ik heb me kostelijk vermaakt bij een sessie over rednecks, waar een Texaanse filmcriticus, die ook een soort van stand-up comedian is, een 2 uur lang ratelend betoog hield over waarom rednecks volstrekt superieur zijn en de rest van het land allemaal shit is. Maar vervolgens dat deed hij aan de hand van filmfragmenten die vooral illustreerden dat rednecks zich te buiten gaan aan drank, seks, dat ze dom zijn, vies eten, zich boertig gedragen en nog wat meer. Het was echt een schitterende voorstelling. Joe Bob Briggs. Ik had er nooit van gehoord, maar het is een lokale held. En ik heb me slap gelachen en de hele zaal was. Het was groots. Ja, ik ga even richting de heer Blom, die gisteren zijn kinderen heeft ontvangen. Ja. In Austin. Klopt. Hoe is het met ze? Waren natuurlijk. Het was ze. Even kijken, hadden ze wel. Ja, ze hadden wel slapen. Dus zij hadden ook de reis de dag ervoor gemaakt. Eerste keer in Amerika. Wat natuurlijk hartstikke leuk is, indrukwekkend is, et cetera. Mijn zoon is 20. Hier mag je vanaf dat je 21 bent, mag je pas alcohol nuttigen. Toen dacht ik, nou ja, als we nu buiten op een terrasje bij een restaurant gaan zitten, dan zal het vast wel goed gaan. Bestel wat te eten. Maar ook daar moesten we onze paspoorten laten zien. En mocht hij dus alleen maar frisdrank of water drinken. Dus het is nog niet gelukt om dat te omzeilen. Maar ze waren natuurlijk gaar, maar hadden het naar hun zin. En vandaag is hun eerste optreden. Heb je zelf gisteren nog wat leuks gedaan? Ik heb twee dingen die ik ging naar een sessie over welke rol AI zou kunnen spelen in de democratie. En wat hier wel eens vaker voorkomt is dat eigenlijk heb ik daar de hele sessie niks over gehoord. Was desondanks interessant. Was iemand uit Estland, wat natuurlijk veel als voorbeeld wordt genoemd over vernieuwende technologische natie. Maar die benadrukte eigenlijk de hele tijd, technologie is niet de oplossing. Dus ga nou eerst nog eens een keertje gewoon kijken wat mensen willen, wat ze doen, et cetera. Wat het probleem is. In een andere tijd, wat zijn de andere verwachtingen van mensen, van een overheid bijvoorbeeld? Welke rol moet die spelen? En als je dat goed op orde hebt, kijk dan wat technologie kan doen. Maar wel in die volgorde, want je kunt mensen overal over laten beslissen natuurlijk in deze tijd. Dat is heel eenvoudig in de technologie. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze het ook gaan doen. Dat was een belangrijke. En een andere belangrijke is voor Nederlanders die volgend jaar met hun eigen bedrijf hier naartoe willen gaan. Denk daar even goed over na. Want ik heb een sessie bijgewoond van BNN VARA, wat een hele goede sessie was. In het New Dutch Wave, zeg maar het Hollandhuis. En daar zaten 5 mensen, misschien waren het er 6. 2 collega's van de spreker, 1 ex-collega van de spreker en ik. Ga hier alleen naartoe als je onderdeel van het officiële programma bent. Als je een goede wervende titel kunt bedenken die eruit springt in de app. En doe dan ook nog eens een keertje veel werven van mensen die voor jou de moeite waard kunnen zijn. Wees actief. Alleen dan heeft het zin om hier aanwezig te zijn als bedrijf. Buiten dat het leuk is natuurlijk. Ja, voor de mensen thuis die ons een beetje volgen via deze video's, is het misschien nog wel belangrijk om een keer aan te geven dat dat programma is echt krankzinnig. Er zijn op ieder moment 50 parallelsessies, duizenden sessies, die iedereen door zitten ploegen van wat ga ik wel doen, wat ga ik niet doen. Ik heb me dit jaar gewoon bijvoorbeeld alleen maar beperkt tot solo presentaties. Ik doe geen panels meer, want ik vind eigenlijk vaak dat mensen daar maar een beetje zitten te babbelen. Herken je dat? Ja, dat komt voor. Nou ja, goed, dat panel van die de Space Chicks, zoals een seksist dat recent noemde. Dat was. Jij kijkt naar mij. Ja, kijk naar jou. Nee, dat was een heel goed panel en die bestaan ook. Maar ik ben het helemaal met je eens. Er zijn panels waar mensen die misschien best heel knap en heel beroemd zijn, die gaan zitten en die gaan maar wat voor zich uit zitten zwetsen. En dan heb je ook nog panelleiders die een oude jongens krentenbroodachtige sfeer oproepen. Dat is allemaal shit. Daar moet men niet zijn. Maar dat is niet altijd heel makkelijk uit te filteren. Ja, en de les van Erwin is dan wel, als je wil opvallen in dit programma, goede titel, maar ook gewoon goede inhoud. Hè? En op de een of andere manier duidelijk maken dat daar wat te halen is. Ja, mag ik dan nog even 1 ding noemen? Was ik nog vergeten. Ik ben gisteren naar de sessie Weird Startups van de University of Tokyo geweest. Daar ben ik in eerdere jaren ook naartoe geweest. Dat is inderdaad weird. Dat is door giechelende Japanners die extreem slecht Engels spreken. Met een hoogleraar die onder de tafel gaat liggen en aan snoeren gaat trekken. En die presenteren dan oplossingen voor problemen waarvan je het bestaan niet vermoedt had.
Dat was gisteren een lichtgevende surfplank. Die ook reageert op de omgeving. Dus die lichten veranderen van kleur en dit en dat. En dan heeft iemand uitgelegd waarom dat nuttig was. Maar dat was niet helemaal te plaatsen. En er was een zwevende toverstok. Dat is een stok die kan je zo door de kamer naar iemand toe werpen. En die zweeft dan een paar meter ver. En er werd ook gezegd, dit is echt, dit is een fantastische toverstok. Nou, dat was wel waar. Weird startups van Japan. Zeer goed. Aanraden voor volgend jaar. Ja, dingen die we vandaag moeten doen? Wij gaan zo meteen gaan we kijken naar de future of freight. De logistiek, land, sea and air van de, in de toekomst. En ik ga nu zo meteen kijken naar een did the robot write your news? Dat is interessant. En misschien moet je de afwas ook niet vergeten.